Dat heb ik ook in mijn bio gezet sinds kort. Mijn doel is gewoon die retirement lifestyle. Ik wil gewoon wakker kunnen worden wanneer ik wakker wil worden. Niet om vier uur ochtends, niet om... Weet ik wat. Kijk, in Bali daarentegen word ik om tien uur wakker. Nou, zes uur terug. En is het vier uur Nederlandse tijd. dan ben ik gewoon voor am club op Bali. Dan ben ik gewoon elke ja, ochtend om vier, vijf uur. sta ik naast mijn bed. en uh, ga nee, ik de sportschool nee, in uh, okay. om, om zes uur. Uh, wat in Bali tijd twaalf, een Bali-tijd twaalf uur of één uur middags is. <laughs> dus dat het is net hoe je het kijkt. Ik ben heel productief s'avonds. En ja, ik word liever wakker wanneer ik wakker wil worden. Ik doe mijn dingetje. Um, ik haal geluk uit, uit de kleinere dingen. Ik probeer heel dankbaar te zijn voor wat ik nu heb. Ik merk dat ik heel veel aan het streven was. Dat heb ik wel bereikt. En nu zit ik een beetje in die positie van, ga ik doorknallen of ga ik nog even rustig aandoen? Ik ben nu aan het reizen in Nederland. Ik ga straks, uh, ik rij door naar Duitsland uh, vanmiddag. Ik moet nog zes uur rijden. Dan ja. uh, ga ik naar Dubai weer. En daarna wil ik weer even wat rustiger doen. Maar ik zit nu in een positie, ik denk van, ben ik blij met wat ik heb? Dus ga ik daarvan genieten, ga ik het stabiel houden, investeren... of ga ik weer doorpakken? En ik vind dat het geen haast heeft. Er is geen pressure wat gevaarlijker kan zijn. Ik kan in een, in een dal zakken, luigen worden en op de bank zitten. Maar ik heb wel regels voor mezelf. Het is niet zo dat ik ga daar naartoe en ik golf alleen maar. Mensen die echt met mijn leven... die zien dat ik soms een hele dag op een bank zit zitten en niet kan bewegen, zeg maar. Er is een keer een moment geweest... dat is wel een grappig verhaal... wat laat het laatst over... ik zat met Joshua en een villa op Bali... en Josh houdt van dit verhaal... ik te vertellen. maar ik zat op de bank... ik zat tv te kijken... en uh, Josh die ging de deur uit... om negen uur ochtend of zo... die zei van... ja, ik ga weg... en Josh die is gaan sporten... die heeft al twee werkblokken gehad... die is nog een keer gaan sporten... dat was wanneer hij dat geen vet ging doen en zo... en ik zei voor die wegging van... ja, als je terugkomt... dan zit ik hier gewoon nog... En hij is weggegaan. Hij is teruggekomen. En dan zat ik daar. Het enige verschil was dat er een pizzadoos lag. Omdat ik, ik eet echt elke dag pizza zo goed als. Lag er een pizzadoos bij. Ja. En zo zien sommige dagen eruit. Maar andere dagen ben ik gewoon meetings. Hele dag aan het werk. En het is echt net waar ik dus echt zin in heb. En dat is voor mij rijkdom. Het is geld natuurlijk. Maar het echte is gewoon doen wat je wilt, wanneer je wilt, waar je wilt, noem maar op. En dat geld heb je nodig om daar te komen. Dus geld is voor mij superbelangrijk. Ik hou van geld. Uh, het is mijn, mijn, mijn vierde schatje ongeveer. Um, vierde niet, het eerste schatje? Eerst is mama natuurlijk. Oh, en twee? Uh, vriendin. En drie? Uh, zet nou, je zet ouw. me wel op het blokje hier. Ik denk, denk <laughs> oma of mijn auto of zo. Hè? Dat is het eerste wat in me opkomt. Oma, oma. <laughs> nee, nee, nee. Nee, okay. oma gaat er wel ver boven me. Dat is gewoon iets wat in me, wat in me opkomt. Hè? Ja.